ondernemers van buiten die zeg maar minder met het web hadden? Of was dat allemaal webgericht? Er was één letterontwerper. En die had het over hoe fonts eigenlijk gerenderd worden. Dus hoe... Dat was op zich ook interessant. Want dat is eigenlijk sinds, nou pak een beet, Vista en OS 10, eigenlijk ruimschoots daarvoor, is dat niet echt meer een kwestie, of wel? We hebben... Nou, je ziet destijds echt wel verschillen. Destijds was Aqua er en dat was zeg maar de holy grail van hoe je optimaal fonts kon renderen op een scherm. Ja. Nou ja, hij liet wat verschillen zien. Ik had daar al wel wat over... Hij heeft daar ook een artikel over geschreven, dat had ik al gelezen. Dus het was een beetje van, oh ja, dat kende ik allemaal wel. Ja, precies. Ja. Hij was... Ik vond hem... Hij was iemand van Typekit. Typekit is een dienst die... hoe heet het? Webfonds. Een webfonddienst. Ja. Is geen Foundry? Nee. Oké. Hij zelf had een kleine Foundry, maar hij werkte ook bij Typekit. Mm-hmm. Ik vond hem... Er zitten nogal wat nadelen aan webfonds. Er is nogal wat mis mee. Ja. En dat zei hij niet. Hij zei dat webfonds allemaal fantastisch zijn. Ja, hij liet dus gewoon een aspect voor wat het was. Ja, ik vond het iets te kritiekloos. Hij had iets... Want hij zei in essentie dat webfonds zijn geweldig, let's do it. Zoiets, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, het is natuurlijk wel... De beweging is op zich wel heel erg... goed om in elk geval ook dingen, ook met typografie aan de slag te gaan. Want dat is precies ook een aspect wat best wel mist op het web. Ja. Als je het hebt over magazine-achtige vormgeving die je soms natuurlijk... wil hebben. Kijk, typografie is niet alleen een lettertype kiezen. Dat is natuurlijk ook de juiste uitlijning. Ja. En dat kon altijd al, maar dat deden we gewoon nooit. Uitvullen, ja, nee. Maar er zijn ook dingen als die je van een magazine gewend bent. Kolom opmaken en dat soort grappen. Dat is... Vooralsnog was dat niet mogelijk. Dus geloof pas met CSS3 echt soepel geïmplementeerd. Kijk, multicolumn, het probleem daarbij is dat op het web kan je scrollen. Dus, oh ja, dat zag ik laatst. Ja, en dus als je iets over meerdere kolommen gaat doen, dan moet je naar beneden scrollen. Ja. Die ene kolom. En dan moet je weer omhoog scrollen naar de volgende kolom. Het is multicolumn is alleen handig als je zeker weet dat het gehele stukje tekst in de hoogte van je scherm past. Dat past, ja. Daarom zie je nooit multicolumn, want het is gewoon kloten op het web. Ja. Maar het kan wel, maar het is gewoon heel veel werk. En het is gewoon niet realistisch om elk artikel, om daar art direction overheen te gooien. Weet je, dat kan gewoon niet. Nee, niet voor alle vormen is dat handig. Nee, het idee van het web is juist dat je het... wat eenvoudig, wat uniformer online kunt zetten. Ja, en dat het container agnostisch is. Ja. Dus het maakt niet uit wat voor device of dingen je gebruikt ervoor. Ja. Het moet in principe overal op werken.